eigen spelletje. Stel je voor, je pakt een elektron en je legt je ergens neer. Mag trouwens ook knikker wezen hoor, dat is misschien makkelijker. Bekertje, hoppadee, eroverheen. En links en rechts nog een bekertje. Goed, let nu even goed op wat er gebeurt. Oké, heb je gezien waar nu het elektron of knikker onder ligt? Laten we even bekijken. Mis. Nou, inmiddels maar. Even kijken. Nee, hè? Nou, dan is het dus wel duidelijk. Dan moet hij onder de derde liggen. Ja hoor, daar is hij. Ik heb ook altijd pech. Dat. Het is natuurlijk een kwestie van kans, hè? Kans op waar is hij aanwezig. Ieder beker heeft de kans van een derde, want ik weet in ieder geval zeker dat er tussenin de kans nul is. Samen is natuurlijk altijd wel een kans van 1. Want de totale kans moet 1 wezen, het moet toch ergens zijn. Deze kansverdeling heb je eerder gezien, maar in een andere vorm. Kijk deze, het interferentiepatroon van elektronen. Ja, het interferentiepatroon is in feite een kansverdeling. Oftewel, we hebben het weer over materiegolven. En dit keer hebben we het over toepassing van materiegolven. En we kijken eerst even naar zo'n golf. Ja, golf, interferentiepatroon, heeft alles met elkaar te maken. Dit is een typische golf, want dit is een zogenaamde, weet je het al, een staande golf. Ja, eventjes een stilstand, iets wat makkelijker. En zijn staande golf, die zal... Wat is dit? Nee, hè? Een mug. Als ik ergens hekel aan heb, dan is het wel aan een mug. Op muggen zit je lekker thuis, warm weer. Dus je schuift het raam een stukje open en voor je het weet, komt er weer zo'n mug aan om te verpesten dat je lekker binnen kan zitten. Je moet er natuurlijk een hor in doen. En zo'n hor kun je ook met een metalen draadje doen. Zo, metalen draadje en daar zit je een staande golf in. Ja, eventjes een andere tekening. Zo, dat is makkelijker. Staande draadje, dus ik zet... behoorlijke spanning op. Spanning van 50 kilovolt moet genoeg wezen voor een geroosterde mug, lijkt mij. En kijken wat hij nu doet. Even kijken, waar is hij? Ah, ja. Ik hoor, daar is hij. Ja, doe maar. Nee, hè. Thank you.
pakt hij precies dat deel wat geen draad is. Nog een keer. Nou, eens kijken. En ja, kijk eens. Het werkt wel. Maar het is afhankelijk natuurlijk van waar gaat hij doorheen. Kortom, kiest hij daar, heeft hij weinig kans om de draad aan te treffen. Kiest hij daar, heb je veel kans om de draad aan te treffen. Het is weer een waarschijnlijkheidsverdeling afhankelijk van de vorm van de golf. Kortom, het is afhankelijk van de golffunctie. Ja, grote amplitude, dan heb je een grote kans dat de mug de draad aan zal raken en een kleine amplitude. Dan heeft die mug een grote kans om zonder draad weg te gaan. Krijg je dan nog een beetje kans. Dit kun je dus ook bekijken. Niet voor muggen, niet voor draden, maar voor elektronen. Ja, dan heb je dus een golffunctie, dat interferentiepatroon. Ja, en je hebt plekken waar een grote kans is dat elektron aanwezig zijn. En plekken waar weinig kans is waar een elektron aan zit. Oftewel dat interferentiepatroon, dat is eigenlijk een waarschijnlijkheidsverdeling voor de elektronen. Laten we eventjes die golffunctie nog bekijken. Ja, golffunctie heeft natuurlijk een bepaald symbool en het symbool is de hoofdletter phi. En als we zeggen van grote amplitude of kleine amplitude, dan hebben we een klein beetje een probleem. Want kijk, daar is hij groter dan 0, maar ja, daar is hij kleiner dan 0. Dat kan natuurlijk niet, hè? De kans kan niet kleiner of groter dan 0 zijn. Dat is verholpen door niet naar de golffunctie te kijken, maar naar het kwadraat van een golffunctie. Ja, het kwadraat van een golffunctie, dat geeft aan de waarschijnlijkheid. Toegespitst op het elektron. Een elektron is dus een deeltje, maar een deeltje hoort een golf bij. Een materiegolf. Materiegolf. Met een golflengte en die kon je op die manier berekenen. He, dat was de Broglie golflengte. H gedeeld P, en P is de impuls. Impuls gelijk aan M keer V. De materiegolf, dat is eigenlijk de golffunctie. En het symbool is dus de letter phi. En golffunctie is van belang om te voorspellen waar het elektron zich bevindt. Ja, het kwadraat van een golffunctie is de kansverdeling.
Laten we eventjes kijken hoe die kansverdeling een beetje in zijn werk gaat. Hier is weer het interferentiepatroon van alle elektronen die er opgeschoten zijn. Maar laten we eventjes vanaf het begin beginnen. Dus even nog geen elektronen. Dus komt helemaal zwart. En we schieten één elektron erop af. Nou, pop. Daar één stip. Het kan natuurlijk ook wezen met één stip dat hij daar terecht komt. Of bijvoorbeeld daar terecht komt. Maar het zijn gewoon afzonderlijke stippen. Ja, één elektron. Ja. Betekent nog geen interferentiepatroon. En dat betekent dus dat als je één elektron hebt, dat die zeker niet met zichzelf interfereert. Ja, dat wordt nog wel eens gezegd van ze interfereren met zichzelf. Nee, dat is niet zo. Ja, ze komen gewoon ergens neer en de waarschijnlijkheidsverdeling geeft dat interferentiepatroon. Ja, hoe groot is bijvoorbeeld de waarschijnlijkheid dat hij zich tussen deze twee stiplijnen bevindt? Nou, dat is dan gelijk aan het oppervlak onder de golffunctie. Ja, oppervlak onder de golffunctie is de kans dat hij zich daar ergens bevindt. En net zoals met die balletjes onder de bekers, ja, er moet ergens zijn, dus de totale kans is 1. En dat betekent dus, als de totale kans 1 is, ja, wat is dan het totale oppervlak onder de golffunctie? Is dan natuurlijk ook precies 1. Ja, eventjes onthouden. Hè? Dat is, we noemen dat trouwens normaliseren. Dat ze de golffunctie zo hebben gemaakt dat de oppervlak eronder 1 is. Nou, die hebben meneer Newton. En meneer Newton, hè, die schiet een kogel weg en zegt van, nou, let op, met mijn wetten kan ik 100% nauwkeurig berekenen waar de kogel terecht komt. Zo. En wie hebben we daar? Kijk. Misschien herken je hem niet, maar dit is meneer Bohr. Ja, en meneer Bohr, ja, die heeft in zijn hand een elektronenkanon. En die zegt van, ik kan met 100% nauwkeurigheid berekenen hoe groot de kans is dat de elektron jouw appel treft. Kortom, het verschil is dat klassieke mechanica, die kan iets exact bepalen, althans, dat zeggen ze. En op ons dagelijks leven, ja, lukt het ook. Prima. Ja. En bij kwantummechanica wordt het niet exact gedaan, maar kunnen ze exact voorspellen wat de waarschijnlijkheid is. Dat is het verschil. Klassieke mechanica, exacte bepalingen, kwantummechanica, waarschijnlijkheden. Wel even over toepassingen hebben natuurlijk van materiegolven. Hè. Kijk, golven, als die een obstakel tegenkomen, dan krijg je een verstoring achter het obstakel. Ja, dat zie je hier. En dan kun je dus zien aan de golf van, goh, er is iets. Maar als het obstakel klein is, heel erg klein, kleiner dan de golflengte, dan is eigenlijk aan de golf erachter niet te zien dat er een obstakel staat. Ja, dat is te vergelijken bijvoorbeeld met een paaltje in het water. Ja, paaltje in het water, achter de paal zie je eigenlijk niet van, oh ja, er is een paal geweest. Kortom, golven, ja, die kunnen om voorwerpen heen buigen, ja, als het voorwerp tenminste kleiner is dan de golflengte zelf. Nou, dat betekent dus dat stel je voor je gaat licht gebruiken. Ja, licht heeft golflengte en nou maximaal 400 nanometer. Ja, dat is het kleinste golflengte voor zich belegd. Dat betekent dus dat als je een gewone microscoop hebt, dat het kleinste voorwerp wat je eigenlijk nog kunt zien is 400 nanometer. En stel je nou voor, je hebt een of andere virus. Ja, een virus is zo rond de 60 tot 140 nanometer. En die kan dus met een gewone microscoop niet worden bekeken. Want het zichtbaar licht, ja, die gaat gewoon om het virus heen. En zal totaal niet laten merken dat er iets is. Wat kun je hier wel voor gebruiken? Nou, elektronen. Want elektronen hebben ook golflengte en die zitten in de buurt van de 0,1 nanometer. Ja, en dat betekent dus dat elektronen, als je die gebruikt in de microscoop, dan krijg je wel voor elkaar dat je die hele kleine deeltjes kunt zien. Oftewel, de elektronenmicroscoop is een van de belangrijkste toepassingen van materiegolven. En dat is het weer zover. Ja.
elektron heeft trouwens een behoorlijk complex iets. Wat is hij nou? Deeltje? Golf? Je hebt maar met hem te doen. Maar dat maakt niets uit. Dit is in ieder geval eerst weer genoeg geweest. Bedankt voor het beluisteren en wellicht tot ziens.